Wij zijn PS Jong, de jongere tak van Stadsgezelschap PS Theater in Leiden. Voor Theater Na de Dam maken we een vijfdelige videopodcast over een van de grootste verzetshelden van Nederland, Johannes Post. Wij begonnen met een brief aan Treineke, dochter van Johannes Post. Kreeg haar antwoord, stuurde mailtjes en hield contact. Beste Aukje en PS Jong. Mijn gezondheid is gelukkig goed. Boodschappen doet mijn dochter en dagelijks maak ik een wandelingetje en werk in de tuin. Wat goed dat jullie een formule hebben gevonden om toch Theater Na de Dam te maken. De jongeren zullen deze ervaring meenemen in hun leven. In Zeeland hebben ze daar een gezegde voor. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan. Ons beeld van Johannes Post en de waarheid is dan misschien wel vager geworden. Treineke is steeds een stukje dichter bij ons komen te staan. En wij misschien ook wel bij haar. Hey, Aukje. Ja? Stop maar. We weten namelijk wat we willen zeggen of hoe we het verhaal willen eindigen. Oh. Ja. Misschien weten we zelfs al wat de waarheid is. Ja. Of niet. Oké. Oké. Nou ja. We hebben feiten, we hebben verhalen, we hebben antwoorden. Maar ik denk dat we nog steeds veel vragen hebben. Het leek allemaal zo makkelijk toen we er eerst over lazen. Maar al snel belanden we in een web van verschillende belevingen en meningen. Hoe zouden we er ooit één strak kloppend verhaal uit kunnen halen? Alles lijkt ingewikkelder dan we eerst dachten. Iedereen heeft een andere beleving van dezelfde gebeurtenis. Het is mij nu duidelijk hoe Treineke dat heeft beleefd. En het is me duidelijk dat het niet is hoe het eerst oorspronkelijk is opgeschreven. Ik had eigenlijk een eenzijdig beeld over verzetshelden. Heldhaftige mensen die hun leven op het spel zetten om anderen te redden. Mensen vol moed, zonder angst misschien wel. Aan hun families had ik in eerste instantie niet eens gedacht. Maar wat ik wel geleerd heb is dat elk verhaal twee kanten heeft. Johannes redde anderen, maar liet daarbij ook zijn familie achter. Een onmogelijk dilemma, want je wil niet hoeven kiezen. Je wil niet degene zijn die zijn familie achterlaat. Maar je wil ook niet degene zijn die niets doet. Die toekijkt hoe onschuldige mensen meegenomen worden en omkomen. Het is een keuze waar Johannes Post misschien nooit bij heeft stilgestaan. Een keuze die hij waarschijnlijk nooit bewust heeft kunnen maken. Hij deed het misschien ook wel om als een held gezien te worden. Ik denk niet dat hij 100% deed om alleen maar te helpen. Ik vind hem wel een held dat hij zijn eigen leven in gevaar brengt om andere mensen te redden. Hij heeft gestreden voor andere mensen. Andere mensen deden dat namelijk niet. Die zaten totdat de oorlog voorbij is. En dat deed hij niet. Ik weet niet zo goed of ik waarheid heb gevonden. Ja, er zijn verschillende waarheden. Maar de echte waarheid, daar komen we nooit achter. Nee, de echte waarheid weet alleen Johannes Post. Maar hebben we dit onderzoek dan voor niks gedaan? Nee, want we hebben wel een waarheid gevonden. De waarheid van Treineke. Zij kan ons waarheid geven. Waarheid die we zoeken. Zij is de bron waar haar waarheid waar is. Treineke schreef in een van haar brieven terug dat een ander nooit kan invoelen wat jij meemaakt. Voordat ik dit las, had ik wel verwachtingen van hoe zij zich gevoeld zou moeten hebben. Maar ik heb tot zover al geleerd dat het begrip waarheid in dit geval, in het verhaal van Johannes Post, altijd iets persoonlijks heeft. Mensen bekijken de dingen vanuit hun eigen waarheid. En zo zijn er dus miljarden waarheden. Ik kan me identificeren met Treineke. Ik herken mijn relatie met mijn vader, met die van Treineke en haar vader, Johannes. Ik herken de pijn, de woede, de afstandelijkheid en het verdriet. Het gevoel dat je in de steek gelaten bent. Ik had het gevoel dat ik niet op nummer 1 stond bij mijn vader. En ook niet nummer 2 en 3. En dat een vader wel het belang van anderen inziet, maar niet jouw belang. Treineke's verhaal heeft me dichter bij mijn eigen waarheid gebracht. Toen we begonnen, dacht ik wel eens na over de waarheid. Maar ik dacht alleen na over mijn waarheid. De dingen die in mijn ogen kloppen. Afgelopen weken
keken we naar Treinikus' waarheid, de dingen die in Treinikus' ogen kloppen. Alles dat zij op dat moment heeft meegemaakt, is beïnvloed door alles dat op dat moment plaatsvond. Temperatuur in de kamer, de geur en of ze wel of niet in een goede bui was. Treinikus' waarheid is anders dan de subjectieve waarheid die we met zekerheid kunnen vaststellen. Treinikus' waarheid klopt voor haar. Voor dit project kon ik me geen voorstelling maken van het feit dat ik zowel vooraf als achteraf een bepaald beeld bij de waarheid zou hebben of moeten hebben. En mijn waarheid die ik heb ondervonden is dat er geen waarheid is. Maar het is goed dat een project als dit, dat jonge mensen achter bepaalde gebeurtenissen aanstuurt om een waarheid voor zichzelf te achterhalen, dat dat soort projecten bestaan. En dat dit zoeken naar de waarheid ook overal op de wereld in grote mate wordt gedaan. We kunnen leren van het verleden, we moeten leren van het verleden, maar erin wegkwijnen is nergens goed voor. Soms weet ik niet wat de waarheid is. Beter gekwetst door de waarheid dan getroost door een leugen. Wat als de waarheid eigenlijk nooit bestond? Zou de wereld er dan heel anders uitzien? Zouden dingen dan nooit gebeurd zijn? Wat als de waarheid gewoon een logische leugen is? Ik weet eigenlijk niet wat waarheid is, maar misschien wil ik dat ook nooit weten. Ik dacht dat ik goed wist hoe het zit met vrijheid. Ik dacht dat het zo simpel was. Iedereen in een veilig land is vrij. Ik dacht dat iedereen enorm blij was toen de oorlog klaar was. En iedereen feest vierde op de straat omdat het eindelijk over was. Dat beeld had ik heel lang, dat iedereen gewoon feest vierde en blij was. Maar op een gegeven moment kom je ook achter hoeveel mensen er wel niet zijn gestorven voor de vrijheid van de anderen. En nu is er ook een ander beeld bijgekomen. Verzetshelden en soldaten zijn gestorven voor onze vrijheid. Ik vind dat zo dapper en stoer dat mensen hun leven geven puur voor de vrijheid van een ander. Maar hun families, ja, die vinden dat niet. Die moeten nu leven met het verlies van een vader of moeder of vriend of kind. Ja, dan kan je nog zo dapper zijn. Maar dapperheid brengt niet je vader terug. Nu weet ik eigenlijk veel beter hoe het zit met vrijheid. Niet alleen de soldaten en verzetshelden die zo dapper hebben gevochten voor onze vrijheid, maar ook hun arme families die nu niet meer compleet zijn, hebben nooit vrijheid gekend. Het vinden van de waarheid. Dat was ons doel. Klinkt simpel genoeg, toch? Even goed googlen en dan vinden we het wel. Oh. Ja, de optimist in mij, die ziet een held graag als een perfect mens. Het is nou eenmaal een held. Maar het leven is niet zo zwart-wit. Johannes Post. Ik zag hem vooral als een figuur uit de geschiedenis. En dat was mijn grootste fout. Ik had hem moeten zien als een mens. Een mens die keuzes moest maken. Keuzes waarvan er geen ene perfecte was. Het was onmogelijk om iedereen het beste te geven. Negatieve consequenties waren onvermijdelijk. Daarom moet ik hem vooral zien als een mens die zijn best deed. En zijn redenen, zullen we nooit volledig weten. De volledige waarheid vinden is dus onmogelijk. Maar we staan niet met lege handen, want we hebben wel verhalen gevonden.